Dank u wel graag voor uw verwelkom vanmorgen op een baie bijzondere manier. Ik ben net hier een ding te zeggen of de welk op camera is, dat haar getuigenis zal uitgaan. En dat ik wat ben streunen met de studie in haar van die kamer. Ik is ook niet die herder. Maar ik is een dienstknecht. Van die ene van die stad. En ik herder. Van die herder. Van die schapen. Ze hart. Amen. Ik is vervangbaar. Elke van ons is vervangbaar. Omdat ons loopt jong en oud met een vervaldatum hier op. Ons gaan vervangen. En die Elohim heeft een waarborg voor mij neergezet. Eén keer. En die waarborg zei: al zou die hemel en die aarde verwijderen, mijn woord zal blijven staan. Wat een ongelooflijke waarborg. Zoals ik nu hier rond is of niet hier rond is, nie, zijn woord zal blijven staan. Amen. Dus die kostbare waarborg. Dat hoef je dan. En dan heb ik die kinders geïnvesteerd vanmorgen. Het andere een ding is dat van mij lekker is, is kindertjes en stemmetjes. Platvloekjes wat zo hard komt. Maar dan is die waarborg dat daar een volkszak is. Ons gaan hulle leer dat hulle nie plek oorneem nie. Maar ons wil hulle hier hee. Ons wil hee dat met passie wees. Ons wil hee dat met vreugde wees. Ons wil. Ik denk dat ik in Duitsland ervaar, ons loopt zo in het pad langs en ons komt zo bij een lekker, hulle noem het een sier, ons noem het een dam. Maar dit is nogal groter dan een dam. Nou die kindertjes, hulle zwem daar in die vlakwatertjes, hulle is allemaal koele daken, zoals hulle geboren is. En die papa's en die mama's rijden aan die gras. Maar wat mij verstomme, allemaal pas samen die kinders op. Kort komt het daar in het opstaan om al die kindertjes te organiseren. Dat is dan één. En dit is een moment in mijn leven geweest wat voor mij verschrikkelijk kostbaar geweest is. Want hadden iets, terwijl we zoveel van vader te waren hebben, heeft dat iets naar de binnenkant. Dat is die kinders. Van hier volk is ons kind. Amen. Mannen. En ons is hier die unieke volk die daar hier zit. Maar ons is nog niet aan. Ons is begin te zeggen. Die kinders van hier volk is ons kind. Amen. En als we dan zeggen, ons pas erop. En dan zeg ik, dat is dan zijn probleem, of haar probleem. Hulle kinders, dat is ons kind. Als jij zegt iets volk, dan is je kennis jouw kennis. Want met een volk is koninkrijk. En die rechte plek in jouw zin. Wij danken voor die wonderlijke voorrecht van vanmorgen. Het is in de uitgeroepenis van mijn koning te kan staan. Dank je voor die. Wat waren onder de punt van de hart is, we zijn tegenwoordig. En die is meer zijn, maar toch voor die jonge mensen vragen. Organiseer die jonge mensen terug volk. Niet goed te doen, terug voor. Dus die boodschap van die evangelie. Ik kan vanmorgen die schriften ook maar bij Handelingen 3. Ons het in die 19e versie zo die gepraat. Maar voordat we daar komen, wil ik verduidelijk waarom die boodschap primair gaat. Die thema vanmorgen is onbesproken integriteit. Onbesproken integriteit. Nou, ons leef in een tijd van groot afval en verval. Nou, enige afval en verval heeft te maken met integriteitloosheid. Maar iemand met een warm, correcte, onbesproken integriteit laat niks vervallen.
zou het niet af. En dat kan ik duidelijk maken. Net hierbij is wat de Jeremia voor ons een gedachte had. Jeremia, hij drukt het zo uit. Jeremia 39, of is het nou Jeremia, kom ik kijken wat ik hier, maar niet keer te keer doen. Net zo goed kijk wat is die uitwerksversie. Ja, zo net iets van lees. Ik heb daar in die tekst die zo bij mij doen, vergeer van mij, maar kennen we het met koppen. Hij ziet dat dus bij gedachten zal gaan neer. Die gedachten van onheil. Maar ja, één gedachte is, maar een vaste gedachte van heil. Eén, een goedvolle toekomst. Dit betekent dat zijn majesteit heeft wat een gedachte. Zijn nageslacht. Als hij zegt, dit met de dag is aan haar en jou. En hij zegt, goed voor de toekomst. Dan zijn, ik diep naar jou. Ik diep naar hulle. Ik diep naar hulle. Dit is zijn gedachte. Zodat ik dan kijk naar die omgeving waar we ons leer. Dan zien we ons, dat dit wat zijn waarheid bedoelt, is niet zijn waar. Dan moet hij die vraag ook opvragen. Wat is dit wat hier aan? Nou, die meeste van ons zal onmiddellijk antwoorden. Dit is die strafgerig van de Erwin. Indirect wordt daar dan een beschuldiging tegen de vader uitgespreekt, want het is hij wat het doet. Nou, hier komt de ontnuchter. Dit is niet hij wat het doet niet. Ons accepteren. Dit is niet. Hij heeft baie eenvoudig gedoen, hij sê, as jy integriteitloos optree, sal ek die integriteit wat die werke van jou hande is, op jou kop laat afkom. So wat hier gebeur het is iets, die integriteit van die Elohim is terzijde gesteld, daar iets niets in gekom, wat de integriteitloosheid gebouw het. En al wat gebeur het is, vader, sy woede, wat sal blijf staan tot in eeuwigheid, het gemaakt dat ons en ons voorgeslaagd is een integriteitloose besluiter en goederig bouw het op ons kop af. Om dit te word beweer, dus die eeuwigheid, is nie, want hy nie so sê nie, hy sê, dit is my gedagtes aangaande jou. Hy het bekend gemaakt. Om naar die rol te loop en te sê, dat dit wat hier gebeur, is die Erwin wat ons straf. Dit is verkeerd. Dit is nie correct. Die teenstelling is die volgende. Sou die volk in die integriteitsomkering van die Erwin geleef het, gedoen het, gepraat het, gebouw het, wat sou die soort werke wees? Wat dan hier buiten zichtbaar zou wees. So die vraag kan vraag hoor, wie handel integriteitloos? Ons of de Erwin? Als we dan zeggen ons, dan betekent dit, ons moet vandaag kan toelaat, dat zijn majesteit dan ons integriteit restaureert. Soos wat hy dit bedoel, want dis wat restauratie beteken. Nou, ons is een klein fabriek, hulle noem het een micro-business. Hy kan nie vlieg nie, hy staan op grond. Maar, hierdie micro-onderneming doen het baie interessante ding. Behalve dat ons allemaal interessante nieuwe gebouw restaureer en so. En is baie interessant hoe die jong vrouwtjes ook al groeit en al groeit die sy goede daarin draag en sê
Kan jullie dit alsjeblieft voor mij restaureren? Dit is alsof die jonge mens terugneigt naar die onwaardes. Ik zie het en ik bedrijf en in mijn hart zie waarom dat wordt. Nou, zo kom een man een openbaar in met een vreemde wijs hoe werkt restauratie. Niet dat iemand weet, maar laat mij toe om dit zo'n mens zo lekker tegenover elkaar te kan bouwen, voor mij zo lekker. En hij heeft op zijn veerpad een mooie eetkamerstel. 10 stoel tafel, meestoelen en een buffet, ik vind niet wel eens wat ik in Engels noem, een sideboard. Mooi met zijn speeltjes en zijn goedjes en zijn dingen en dingen. Maar hij was in die winter niet weer. Dat ook ongereerd, hij had ergens in een pak kamer gestaan en die meisje was in die laaier bezig en hadden daar families gebouwd en zo. Maar hij bring nou hierdie ding na aan my. En hij sê vir my, kan jy hom restaureer self? En so verplaas die houderstap van die koöperasie om na alle plek toe en hy vier maanden weg. Kom jy daar. En dis in, restaureer ons hierdie stel. Want restauratie beteken, jy kyk waar die voegjes los, jy kyk waar is houtjes gebreek, jy kyk waar is koefjes uit, jy kyk waar is goed wat skeef getrek, waar kraken in, jy haal uit, haal op elkaar, wind op, maak recht, jy pak hom terug en jy bouw hom terug, volgens die oorspronkelijke nevelmakers te bedoelen. En jy die begin uit elkaar te haal, dan sien jy dis wat jy bedoel het. Dan help jy daar die wiggie om weer te word soos wat hy bedoel wat. En so sit ons die stoel aan, daar hou jy laaie aan, daar hou jy laaie een swaar sterk voet, daar hou jy mekaar, maak hulle mooi, pak hom terug, en so. En so restaureer ons na hierdie stel, wat was om toe te sy, hy kom nie, en ons het die contact besonder, en hy wacht en hy wacht, is kies die lang in my. Maar hoor hulle mooi. Die ogen krijg ik sommer so'n gevoel. En ek sê, trek al die seile en stof sy om een makke mooie om vijf om op te doen. En die kom het. En hy is op die telefoon en hy kyk na die stel. Nou moet die fijn luister, hy kyk na die stel. Ek sê die telefoon, hy kyk na die stel en hy kyk na die stel. Vrijf op die plaat, hy is lekker gelacht en trek, saai, boord, sy maai, en koop, hy toets bestuur, wil nie dat, kijk nie, en ek dink aan myself, toe, ek is so blij, hierdie kleine is tevrede, maar ja, dat ons het. En as ek klaar met die oproep, dan loop ek nog, ek sê, hier is baie lang werk, ek ja, excuse, hy sê vir my, hy sê, dit is een fantastische stel, hy sê, ja, ongelooflijk, ek weet het aan myne. En ek is verbaas, jy weet, ek sê, maar dit is so veel. En sê, kan nie wees. Dit kan nie wees. So wat hy in sy kop gehad het, is een verwromme, bevlekte, gekraakte, veroudigde stel. In sy kop is nie gerestaureerde stel. Het is waar my verhaal begin, want u moet verstaan dat u en ek het langs die levenspad so geword, ons het dof geword, gekraak en als allerhande mensnester en kokkerhoogte en goed wat ingetrek het en alle dinge kon doen het, en ons het as leefwijze begin groei van een ding wat gemuf is en wat in plek is en wat zonneblijdskap is en al die dinge wat daarmee saam kan. En raar en ons kinders het binnen so'n omgeving groot geword en hulle gedink om so gemuf te wees en so te lyk is aan die orde van die dag. Nee, dit is hoe ons lyk en dit is hoe ons ons doodgaan en so sal die nageslagte ook nou maar lyk. Tot die elkeen besluit dat om vir jou en my te roep om aan te meld by hom so dat hy ons integriteit kan restaureer volgens sy bedoeling.
normale zonnekracht, dan wordt er geconfronteerd met die oude mens en die nieuwe mens. En die is een conflict aan de binnenkant aan die kant. En dan zal het zo geneigd om te vertellen hoe was het met mij en mijn verleden. Maar praat ik zijn naam dat hij mij daar losgemaakt en dan vraag, hoe komen ze vroegjes niet weg? Hoe komen ze zwaar scherp voor die nieuwe plek? Hoe komen die nog gekrapte spiegel? Hoe komen ze draaiwerk in nog een kraken? Hoe komen ze een stuk van die poort nog weg? Als die Elohim je gerust wil leren, dan is hij die ene wat met zijn volmaakte, onberispelijke, onbesproken integriteit restaureert. Wie van ons is gewillig vanmorgen om hier die lichamelijke eigenschappen om terug te vatten om te zeggen, meester, ik verstaan dat hier die lichaam heeft die goddelijke restauratie nodig. Anders kan ik in die toekomst in bewegen. Ik kan niet in nageslag opvoeden. Ik kan niet zien van mijn naaste wees nie. Ik kan niet die bedoeling van die integriteit van die klein volkje oor kunnen rivieren van dit leef nie die majesteit. Dat is niet ernstig. Ons het een diep brandende behoefte om van die integriteitloosheid wat ingesloten die misdoen ontslaan te laten en dit de behoefte van morgen. Om het zelf terug te vatten, zei hij, maar zei, dat is te veel goed voor mij, wat nog meer recht is niet. Ik weet, ik doe niet alle werk niet, maar ik heb weggehaald voor u die werk aan mij voltooid, die majesteit. Ik beleid het, ik treur daarover, maar hier is het terug. Restaureer. Volgens u. Ik vraag hem maar even hier. Jullie praten van mij zo lief, jongen. Kom, zeg van mij. Wie van jullie nou in dit moment een vierde gevoel om gerestaureerd te worden volgens zijn bedoel? Wij zijn dan voor jou handjes wat opgeroepen, is het niet wonderlijk nie? Maar ons moet niet net een verlangen uitspreken. Ons moet onszelf van aanbied. Dit is niet ook die wat die stoel op die tafel laat van buitenaf aan draag in het doel. Zeg, zie je hem? Ja. Kan je hem recht maken? Ja. En dit is wat zijn majesteit sê, dit is wat hy bedoel in Jesaja 18. Kom ons maak die saak uit. Jy, het verval, jy is nie soos wat ek nie bedoel het. Ek het bedoel, dat wanneer die nasies van die wereld jou sien, sal hulle vir jou vrees. Amen. En dan kyk jy buiten en dan sien, dat niemand vrees in volk nie. Niemand. Hier is een vader. Die fout is hierdie volkie, is eie sinne. Sy bedoel, dat sy sal haarself red in die hand van haar vijand, en sy sal nie kan nie. Sy het eerst gereisd reden. Amen. Rij hierdie ding in gang, hart op ons terug, en ons bied onszelf onbestaand aan, ons sê, u is die pottebakker en ek is die klei. U het gesê, u gaan van diezelfde klei, een meer voortreffelijke en heerlijke voorwerp tussen die handen maak. Hy kan nie die klei verander om u te vervang nie. Hy kan diezelfde jy gebruik om dit wat hy bedoel het naar die oppervlakte te brengen. Hierdie wonderlijke wezen wat met die integriteit van die Elohim die voetsporen trap in hierdie tyd. Zou ons skaam voel, dat betekent dat ons vertrouw nie die restaureerde van sy eeuw. Nie van alles die dag, toe die mannen sê, ons groene mense, en ons het nie meer die erwin nodig. En toe daag is die maaister, en die sê, ons kan alles dat doen, ons nie meer nodig. En ons het die vandag uitgedaan, televisiekamera's op, en so meer. En ons het een mens maak. Die maak een mens, ons maak een mens. En die wetenskap op de witsel af van my vat van soos hand vol grond. En die Elohim sê, krijg jy jou grond. Jy sê, ek probeer vir jou diep ding sê vanmorgen, dat jy behoefte in jou hart het,
om die zien in die dochter van zijn majesteit te weer. Gewel aan voor volmaakte restauratie. Hij verantwoordde. Hij zei, ik zie jou vast zo vet, zo sneeuw. Ons maak met die ding en je kan niet zo leef voor bij alle zicht. Ons werk verloren met. Onbesproken en integriteit. Dan praat ons met elkaar. En dan zei ons, zijn majesteit, zo bedoelen, is de restauratie. Hij weet en wat de toestand is die volgende. Hij zei, Jeremia, kan zeer voor, hij zei, jongvrouw van Israël, ik zal jou weer bouwen. Ik zal jou pijnhoepen weer opbrengen. Hij is die restaureerder van alles wat hij geskep het. Als iemand vanmorgen voor mij zegt, hij heeft mij geschapen, dan zeg ik, als in een ongerestaureerde toestand is, haar klopt naar toe, hij zal dit wat hij bedoelen. Restaureer tot die volle eerlijkheid van zijn bedoeling. Want hij heeft een onbesproken integriteit. Dit is wat ons moet vastmaken, ons moet om ons hals draaien. Dit moet die muziek van ons ziel wees. Nou, alle dingen drie graag weer doen. Kom dan door een keer en bekeer jullie, zodat jullie zondes uitgerust kan worden. In tijden van verkorten. Van die aangezicht van Elohim mag komen. Tijden van verkorten. Hier buiten snakt een volk naar asem. Hier is geen verkorten hier buiten. Waarom? Van die integriteitloosheid heb ik ons koppen afgekomen. Dan zeg ik, kom dan tot een keer. Eén bekeringen, frustraties, om tot één keer te komen en dan tot bekeringen. Terwijl, ik denk, onze handeling gaat om van één keer. Eén keer betekent, ik moet niet verlangen, ik hou ook verlangen naar die varken verkeer. Ik hou ook verlangen. Nou, wat is mijn bekering voor? En van huis. Dit is dat verkeerde. Ze dus komt tot één keer en loopt die varken de pingelen en van huis. Wat gebeurde juist? Restauratie. Hoe die verloren zeer naar landen gekomen. Zo is dat staat. Niet waar? Is hij gerestaureerd? Ja, hij is gereinigd. Rang aan zijn vangen, koel aan zijn voeten, en in die stoelij, wat betekent die kleed van eerste jongen, Heer, onze kamer. Wat is dit met ons? Waarom kan ons niet die diepkant van zijn bedoeling aanvaren? Hij is ons onbesproken in zijn integriteit. Niet waar? Hoe vertrouwen we ons ook niet? Hoe komt het trouwens om niet? Ja, maar het is koud, jongen. Ik heb een contract aan voor jou. En geen deel. De Elohim zei al, was uw zoon is een scharlaken. Ik weet niet wat scharlaken betekent. Dat is een ziekte wat lang kan uitgewissen. Scharlaken betekent dat elke levende celletje in je hele lichaam, van de punt van je haren tot de punt van je toenaals, wordt besmet. Binnen één buiten. Als je komt, maak die zaken. Jy moet besluit wie is ek. Jy moet kom sê wie is ek. Dis die saak wat moet uitgemaak word. En as daar die saak verhoor in hierdie gemeente uitgemaak word, is daar geen keer oor nie. Niks nie. Hy sal een momentum kom, hy sal een dynamika weerspeel. Die geloofs oortuiging wat hier gebore sal word, sal die mure van Jericho laat val. Amen. Wat wil jy hee?
Daarom verlost wordt van die en van daar. Krita. Raak verlost van je toestand. Los die. Raak verlost van je toestand. Kom kijken wie. Is jij de gerestaureerde model, ziel en dochter van die Elohim, ja of nee? En als hij niet is, nie, hou op om jezelf te beloven van welk ander. Zijn majesteit wil weten dat jij moet wees dit wat hij bedoelde. Amen. Handelingen 15, vers 16. Daarna zal hij terugkomen en die vervallen het vandaag weer opruimen. En vandaag van verwoes en zal het weer opruimen en herstellen. Dit klinkt voor mij een restauratie. Is dit niet? Amen. Maar wat begin hij daarmee? Wat begin hij daarmee? Aan die einde van die dagen zal het van mijn geest uitstort. En wat? Wat gebeurt? Hij begint met restauratie. Amen. Hoekom zit u vanmorgen hier? In aangemelde restauratie. U is niet meer zoals wat u was 10 jaar terug. Daar zit iets niets in uw binnenkant. Daar zit nieuwe muziek daarin. Daar zit een nieuwe verstaan van aanbidden. Je voetzool is warm geworden. En je hart verlangt naar orde van de Elohim. Is het niet waar? Zo is bezig om die vervallen het vandaag weer op te houden. En het je gekies om deel te wees als die eerste lande daarvan. Hoe dit ons ons bezig hou met een onbekeerde toestand, ons bezig hou met die dinge van die wereld. Hoe? Wat moet gerestaureerd worden? Ons kijk net vanaf, so 4 puntjes in heel geschreven. Wat moet gerestaureerd worden? Die heel eerste, wat in mij gerestaureerd moet worden, is mijn statuur, mijn positie voor die Elohim. Ik moet niet in zijn oog bekend staan als een vuil zondaar niet. Ik kan niet met zo'n betiteling voor zijn aangezicht wandel, aanbid, loofprijs en mijn naaste liefde. Ik kan niet, dit is een leer. Zo'n eerste ding dat hij herstel moet worden, is mijn positie in zijn hart. Amen. Hij moet mij kan doen, mijn zin en mijn dochter. Hij moet niet naar mij kijken als jullie weggedwaalde wat verwoest is. Moet jullie passie aan mijn binnenkant heen, dat mijn statuur is hersteld, mijn positie voor die troon is volgens zijn bedoeling. Met andere woorden, mijn integriteit is hersteld, zodat het zal pas bij die onbesproken integriteit van zijn majesteit. Amen. Hij zegt dat hij vervallen het vandaag weer oprecht. Ik maak een stelling van woorden. Israël is niet koninkrijk van Yahshua en Messiaan. Dit is verwaand om dit te zeggen. Hij heeft macht gekregen. En niet helemaal hemeljaar. Die Heere schepper is aan hem onderwerp. Om nou hier rond te lopen te zeggen, Israël is zijn koninkrijk, is aan zwak. Hij praat niet zo. Hij zegt Israël is een vervallen het vandaag. Met andere woorden, die vervallen het vandaag is niet deel van die koninkrijk van Israël niet. Want als het deel was van die koninkrijk van Yahshua Messie, Messie was die engelen hier, die leermachten was hier, Michael was hier, die plek het gedreven onder die aanslag van zijn heerlijkheid. Maar de belofte van man, hij zal weer die vervallen het van David terug restaureren om deel te wezen van zijn massieve grote kracht. Heerlijkheid, majesteit, inkomen.
Zo is het een beetje vlak, of een beetje wijd dun. Of een beetje wijd. Die tweede ding wat gerestaureerd wordt, is mijn handelingen. En als we zo'n handelingen in die tijd zo'n beetje onder de microscoop zetten, dan komen we achter dat de meeste van die tijd is onze handelingen een technisch tijdloos. Dat is het. Ik wil het niet aan een kameraad vermoorden. Ik heb een behoefte om te zeggen, kom eens, loop samen terug naar de kamer toe en dan bied ons aan, man. Of is het een behoefte voor die misdom in die handen? Kom eens praten. Hoe lijkt ons handelen? Hoe raak ons aan elkaar? Hoe praat ons van elkaar? Hoe koester ons elkaar? Hoe beschermen we ons tegen elkaar op? Of is het een keiende van die weg? Is echt mijn broeder zijn moeder? Dit is een keiende. Hij mag niet in die vergadering van de Erwin functioneren. Elkeen wat hier zit is zijn broeder zijn moeder. Mag niet een rechte woord krijgen van die zusters zijn. Van een woord krijgen. Kom, gebruik maar hoe. Elke sessie moet die sessie kan bijstaan. Dat als die sessie zoekt, daar een sessie die is wat zit. En als zij zoekt, moet hij een kapitaal voor een keer vasten. Dit is de bedoeling. En als iemand je aankomt en zegt, heb je gehoord? Dan zeg je, papa, heb je eerder een sessie moet van mij komt zeggen. Ja, je hebt de tweede getuigen. Je ziet, dan roeit ons die integriteitloosheid uit. Dan komt ze die liefde van zijn majesteit, die kracht, die heerlijkheid, die majesteit. Komt ze die hoek van twee of drie in mijn naam bij elkaar, binnen mijn integriteit. Daar is ik. Verstaan je die oefening? Ons moet competitie helemaal in de kop uit. Ons moet niet competeren, ja. Ons moet niet koppen bij elkaar maken. Ons moet niet zeggen, ons is de wijnspan en alles is verloorspan. Competitie maakt dat daar altijd iemand moet weten wat de winner is en iemand wat de verloorder is. Wat een andere verloorder is, dat een andere winner is. Maar ons moet in een win-win om iemand te winnen. Wat ons moet terugrestaureren naar die bedoeling van zijn hart, mensen als hij in zijn integriteit. Nee, hier niet. Wanneer, niet als niet, wanneer hij vanuit zijn onbesproken integriteit een raadsbesluit neemt, en hij zei, oorkant die rivieren van kus vandaan, zal mijn gemeente, mijn aanbidders, mijn offerbring. Dat is het besluit van die Erwin wat je gewijzigd kan worden. Nie. Ons kan niet iets anders leven, ons kan niet iets anders praten, ons kan het niet vervallen met een ander soort substantie. Nie. Want dan is ons beter om tegen zijn integriteitsbesluit ons alle uit te steken en te proberen moderniseren, probeer afkam, probeer een ander naam aan die ding geven. Ons moet wegkomen, ons oortree tegen die hart van zijn majesteit. Die derde ding wat gerestaureerd moet worden is ons verhoudingen. Vandaag, of als ik naar jullie ding wil kijken, dan laat ik mij denken wie dat toen Mike Skitter op die troon geklim het om oor die muur te kan zien. En toen hij onder die muur werd, toen sien hy net stik in elkaar als ver as die oog kon sien. En hy grijp sy selfoon en hy bel die polisie, hy seer met haastig kom. Die was een vreselijke ongeluk op die ander kant hierdie muur. Ons moet nie so lyk nie. Iemand moet nie oor die volksmuur kyk en sê, wel de politie, die was een verschrikkelijke ongeluk. Hulle moet dit nie kan so sien, wat moet hulle sien?
God moet hulle zien. Die integriteit en die heerlijkheid en die majesteit in passie, in actie, in beweging. Een heerlijkheid wat nie gestuik kan word nie. Een stap op een berg wat nie weggesteek kan word nie. Die lucht van die wereld, die zout van die aarde. Nou sê ek al, wie van die verlangen is so te zien? Amen. So wie verlangen is so te zien? Wie verlangen is so te zien? Ja, of my nie skaal nie so amen te sê nie, want dit is die passie, dit is wat ons wil wees, en dit is waar ons wil wees. Kom, doe dit. Dat is best wat ons stop nie. Die laatste een is, wat is so, wat is een soort restauratie van jou deel? Zodat dit wat je van die ongeboren nagels laat los, tot zijn eer is. Als dit dus niet gerestaureerd is, wat is jouw nalatenschap aan jouw ongeboren nagels? Wat? Als dus niet hier kunt zitten, ik zie vanmorgen een jong vrouw wat hier zit. Die dokterkies wat hier sit, hulle het een ongeboren nageslag wat wat om vanuit die boek van die Here geboren te word. Wat los ons vry? Wat? Amen. So dit moet gerestaureer. En dit beteken, geliefdes, dat ons moet vanaf hierdie dag onbeweeg met een helder weet, ek is deel van die restauratieplan van die Elohim. Hoekom? Want ek het aangemeld om gerestaureerd word. En die oomblik as daar die actie plaatsvind met my, is ek onlosmakelijk deel van die restauratieactie van sy majesteit. Hoe kan dit? Amen. Hoe kom ons het pak? Hoe is dit deel van die opwinding wat mij altijd denk aan hierdie selfde bommers. Hy draag sneller die in sy hand. En hy stap in die plek om en hy sê, julle maak hier soos ek sê. Anders blaas het julle op, maar hy weet, hy gaan eerst opgeblaas. So hy ging hier kleinder om. Nou, Mohammed het vir hom geleef. Want hy sê sy leven so opoffer. Wat krijg 14 maal te doen? Sweet om dit. Of iets. En hy is in een ander plek. In die paradijs. Manne. Mohammed het om een lekker vark spekje gespin. Maar jy moet verstaan wat ek wil probeer sê. Hy gee nie om. Nee, hy is so oortuig. Hy is fanaties oortuig. Maar waarachtig een ek is nie by daar die plek. Ons is nie fanaties oortuig oor vaders en gevoeling met ons. Ons lees het so bieke in die Bijbel, en gara met mekaar en dit en dat. Maar ons is nie gesamentlik in die toestand waarin ons sê, man, kry my, dit is die woord van die Elohim, dit is wat ons sing, dit is wat ons praat, dit is wat ons leef, en niks meer dan. My vraag is, Paulus vraag diezelfde vraag in Romeine 9, en hy quoteer eindelijk vir Jesaja, maar hoor nou hoe mooi sê, hy sê, of het die pottebakker nie mag oor die klein, om uit diezelfde kom die een voorwerp tot eer en die ander tot eena om tot onweer te maak. Hy vraag die vraag, het die pottebakker nie mag oor die klein? Een ek is die klein, sê ek vanmorgen van my, kom ons wees eerlijk, het sy majesteit mag oor sy eie klein, ja of nie? Ja. En as dit so is, dan is hy moos die pottebakker. En hierdie obskure ding wat ek gegroei het, moet wat? Hy moet terug in die pottebakker. Hoekom? Want dis die pottebakker hande wat hierdie skeef getrekte ding weer sal restaureer.
And it says that in diezelfde klei of Peter in een voortreffelijke voorbeeld skip. Ek het gekies om op te hou heil oor my zwakke en oor my sikkel. Want ek weet hoe my sikkel en my zwakke as een getuigenis dat ek nie gerestoreer is. So ek sê vandag oor hierdie gemeente ek Amen. En maar sê jy weghou voor die geweld met my voltooi, maar hy sê terug. Ek was so graag in die ritme van die kracht beweeg. Ek nooit van nood. In die sogenaamde begin van die nieuwe jaar, wat op Paul Gregory's jaar is. Maar kom, speel so een spieletje, want hy is op wat meer toe. Halleluja. Amen. Ja. Van ons vader een tydloos, en hy het nie met ons alleen nie, en hy het ook nie met die oorloosie. Hy het lijn begin, hy het nie een einde nie. Hy het lijn begin. Hy kon sy terug in begin. Begin van alle dinge. Kon sy vind die integriteit van sy waarste. Ons betrokkenheid word gekenmerk door hoe getrouw ons uit sy mond spreek. Ek gaan nog eerder wees. Ons betrokkenheid by sy restauratieplan word gekenmerk van hoe getrouw ons uit sy mond spreek. Dat hy, verstaan jy ons? Verstaan die jong mense? So jy deel het van die restauratieplan en jy sê so, dan word jy gemeen van hoe getrouw jy uit die mond van sy erwe, van sy majesteit, die erwe van die Heerskamer spreek. Jy word daar weer gebeurd. En as jy nie uit sy mond uitspreek nie, is jy nie deel van sy restauratie aksie. Dit is nie een paar of keer. Want ek wil nie mond maak nie. Hier is miljoene gemeente. Wat namens die erwe nie spreek. En ek wil weet vanmorgen of ons een deel van die miljoene wat namens die erwe nie spreek. Hulle sê die erwe moet sê, al wat het gelijk in sy oor. Maar jy moet met myself sê, hy spreek namens die erwe. Maar sy meeste doen ons nou klaar op die leernaars bevind, is dit nie? Kom saam met toe, so blik. So, wat sê ons? Wat hulle sê, is nie te saam. Want dit is een integriteitloose ding. Jy kan nie namens die Elohim. Ons moet leer om sy majesteit toe te laat om vir homself te spreek. Alles doen ons een saamwerking. Ons is al eeuwig bezig om die toekomst wat sy majesteit van praat en die naamslag moet kom, self te bou. Ons bou vir die Elohim een plan. Ons help hom uit. Toe Sarah en Abraham kom om die Elohim uit te help, toe bouw hulle Ismael binnen in die tent van Jacob om tot vanmorgen nog moeilijkheid daarmee. Hoor jy nie? Islam is die groot gevaar op die aarde. Die boek sê so, hoekom? Omdat Abraham en Sarah in die samensweering gaan het om die Elohim uit te help. U net moet nooit in so'n samensweering betrokken raak nie. Ons is deel van sy restauratie aksie en ons laat hom toe in ons lewe om self te praat oor sy goed. Hoe word dit? Vir my verskriklik. Anders ook dier die historische bladseile van die reformatie. En het Martin Luther was kwaad oor die afkoop van sondes. En dit is een integriteitloze oefening, hy weet nie. Maar hy het nie losgemaak van die katholicisme. Hy was net kwaad oor die geldmakerij
Wat heb je te doen? Nee, wat hadden we alle onze vrouwen. Dat kan je 100.000 rand kopen, weet je dat? Dat kan onze dag zo. Dat is een goed geld maken geweest. En maken die er een eigen kanalen. En toen maken we net de kruis op schoen. Die snelle hakjes kazaar en zijn naam is Jean Bouvier. Excuse, Johannes Calvin. En hij doet gewoon aan en de zout te schijnen. En toen zijn we weer terug bij die afkoord van zon. Hier keer kan hij zo. Ach, je bent net geloofd. En jij moet hem aannemen als je persoonlijke verlosser eenzamer maakt. Toen kan ze leren, Matthäus 1, wat zei hij, zal zijn volk aan de kan je zien dat het 1 voor 500 en 10 jaar, denk ik, is die mensen wat vader voor hem geschreven bezig om Calvin te verheerlijken. En Calvin zei, ik praat namens die Heer. En hoe leer die plek gemorgen voor die? Integriteit luks. Ze wat het ons mee te maken vanmorgen, ik moet haast klaar maken. Luister met mijn hart vanmorgen. Mijn hart verlangt. Verschrikkelijk. Om een integrale deel te wees van zijn onbesproken integriteit. Dan van die poppen. Hoe valt mij uit? Valt hij die troon? Dan weer dat mijn oogappel aanraakt. En jij kan net het oogappel wees als jij deel is van zijn onbesproken integriteit. Of kan hij op een andere manier zo naar die zaak kijken? Mijn laatste gedeelte keer is die volgende. Die klein boervolkje is door miljoenen zwartes, bruines, geeles. En die klein hoekje van die Afrika continent vastgedrukt. Vast! Nee. Ja, maar dit is ons strafbaar. Alsjeblieft, krijg klaar naar een soort redenatie. Dit is niet. Dit is niet. Dit is wat ons leidt. Wat de integriteit door zijn oprukken. Door zijn goede aan doen. Hij zegt, het zal niet werken van jouw handen op jou. Kom dat af, kom op jou. Als een voedsel zo lang is gebracht. Maar hoe komen ze weer uit? En bij dat, je moet gaan lezen in schriften hoe Hiskia zijn stad te leer was. En vader heeft hem ook van de profeet gezegd, ik zal het reis van oorlog op waans en strijd waans en het getrekken van zwaard en schulden. Hij heeft dit laat doen. En wie ze weer was. En die nacht toen we de lanterns en de lucht uitblaas, hoorde mijn nacht hier ergens. Toen hoorde we die komen weer nog aangerold. Dit is allerhande geraas. Het is een verschrikkelijke weermacht wat hier aankomt. Hij heeft hier in de nacht gehardloopt. Hier in de avond stierp. Hier in brandnetel. En hij heeft gebleven hardloopt. En die volgende woorden, die vier melaatsers, gaan kijken en zien aan niemand. We eten er naar weg. En dat gaat van die goud en die zilver en die graden. En dan zegt hij, het is niet erg. Ons gaan vertellen van die stad. De goede mensen in die stad, na al die beleren, waar vrouwen en kinderen geslacht het om te eten, komen er daar op die stad. En vader heeft die wonder gedaan. Hij laat die vrouw in die stad beleren tot helemaal omroep, tot helemaal terugkeer volgens zijn bedoelen. Dus stuur ik me net te zeggen, 5 kanaal stuur je hoe gebeurt en dat is van mijn oor, want hij kan, want alles wordt van hem. En dat is weg. En hoor met die gerief van. Hij heeft, dat we alle kleren en alle zomer en alle goud en alle pijlen samen pikken.
Toen jagen hij hem terug boendoest. Toen krijgt zijn volk wat hulp leren, wat heilig leren, omdat er een tijd tegen ons was. Die heer heeft van hulp een vettigheid. Goud, zilver, bier, boende, koks, alles wat we nodig hebben. Het is die tijd. Ze waren voor de wapen. Voor de kleren is eerder. Toen is die al hoor, die pauze, dat is net zo onrechtvaardig dat er met die gebeuren kan. Ons het gisteren besluit was van eerst haar ziel in slag en eer. En nou, of mijne, maar nou vandaag is haar weer en nou een seksueel ziel weg. Dus keer is het weer. Maar er een klein lievelingsbottom kiezen hier. Vanmorgen kleer is hier. Voor die verskrikking wat ons voor ons brengt. Dat ons zijn identiteit laat vallen. Dus keer daarop kleer. Dan gaan wij weer, zoals van ons, met die vijand handelen. En die is nergens in die schrift. Dat hij ergens van zijn pad verandert. Hier is een Engels Afrika disciples. Wat hij schreef. Kieleboel. 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 Hoekom is die zaken kwaad van jullie twee volk? Hoekom is die zaken kwaad van jullie volk? Hij weet wie ons is. Hij weet wie is jullie klein volk. Hij weet. O ja, ik heb altijd vergeten om vrienden te zeggen. Die hele rijk van die Satan vrees die opstaan van jullie klein volk. Die grootsgroep is jullie volk. Dit was een tijdsbesluit van zijn meester. En ons mag dit niet aanraken. Ons moet niet groepen maken van zijn bedoeling. Nou, mijn tijd is nog om. Maar, jullie Afrika te zien. En dan, ons kan ook vanmorgen hier in de mond zeggen. En die meester, die kleine volkie, kijk met dobbe oor naar die troon. Kom nou, we moeten niet maken of het niet zo is. Ons kijk met dobbe oor. Want wat het jij in het vermogen om een vrouw te wees, of als het geslacht is te doen. Mijn geslacht, lees daarop, daarin, dat zijn waarheid, kan u trouweloos handelen. Zijn integriteit blijft onbesproken. Dit is de blijdschap in mijn hart. En, had ik het te doen wat hij doet, had ik het in zijn waarheid, hoe lang? Roep het omhoog, maar die hoort niet. Schreeuw ik ook niet, wel, maar die helpt niet. Je ziet ons het koud geraakt, ons het afgestompt geraakt. Ons lees oprecht, hoeveel van ons wordt doodgemaakt. Die record zegt, in 20 jaar is daar 85.000 van ons doodgemaakt. Wow. Nou, dat is slecht. Het is meer niet passen. Het is een aanklaag. En het gaat niet jou ophouden. Hoe kom? Want ons blij integriteit loos leef en aanbid. Ons lof prijs met hypocratische liedjes en goedjes. En dan zit een mondbakjes op en alles recht is. Net is recht niet. Maar als het recht was, dan had een kraak van je uitgang. Daar zal het woord van heerlijkheid uit die uitgang en die plek zal zingen vanwege die tegenwoordigheid van zijn majesteit. Amen. Dus het was, maar hoe lang? Zij was maar 80 jaar oud. Hier een hulpeloze volksmoeder en ik denk die arthritis was na 100 is geweest. En die knieën, ze bedoelen. En die slaande naar stukken. En toen al klaar was op de grond deed, toen maakte het beerd en onteer haar volksmoederschap. Het
is oprecht. Maar wat doen we ons? Wie zijn zielen heeft met vrees en bieren met de diep wereld naar die troonkamer? Restaureren zijn majesteit, ons zien naar die prijsvolle hoog. Die jonge dokter vecht die verkrachter totdat haar geen kracht in haar jong lichaam oor is. En als zij daarna blijft leven, dan vraagt ze met dochter oor, pa, ma, kom ek. Hoor u niet die goed nie? Dit gebeur niet buiten. Met een verschrikkelijke natuurlijke regelmaat, hoor u dit niet? Hoor u dit niet? Pa, mama, ik is vleters, breek, pa, opa, opa groentje. Hoe kom ek toe prijs betaal vir een tegniteitloose ding wat jylle gebouw het? Maar God aan ons kan vandag binnen in die bondekie saamlees en nieuwe keuse maak. Dit gaan nie om ons nek aan. Om ons ook hier terug. Ons gaan meld aan vervolmaakte restauratie en ons gaan die liefdeswoorde van sy majesteit spreek en die morgen en die middag en die aand as ek in die nacht wakker word, dan roep ek hoe groot is u. Amen. Liefdes, vandag kan die klein broer vir u nie haar Elohim in die oor kyk. Sy bid die onse Vader. Maar daar hoor die God. Is. Als sien is dood. Help ons met bed. Laat die koninkrijk kom. Tien is een jaar terug gesê, sy majesteit, my koninkrijk is nie hier nie. Julle gaan niks ontvang nie, want my koninkrijk is nie hier nie. Julle punt en julle te moeilijk keer. So moet julle bid. Dat my koninkrijk hier aan toe kom. Nee. Kijk, nou dit is verreden, want dit is sy koninkrijk wat hy aan toe kom. Geliefd is, waar het dit alles skeef geloof? Wat hier in huis toe is gebleef? Ook als jong mense wat ek weet nog hier so diep spore gaan trak. Kijk nou die zon. Hosea 10 vers 1. Nou moet jy nou aan sê, op dit nou nie graag aan die volk of die dag. Kom ons wees ek gewoon met ons al, en dan gaan ons huis. Hoor die weer. Israel, ek het soms so'n hapie sê, en die volk. Was een wereldelijke uitbod in de wijnstok als hy vrug voort te brengen. Nou hoor jy, hoe meer vrug hy gedraad is, meer altaar het hy gebouw. Druk iemand, hy het aan kerke in hierdie land gebouw het en die oorla uitbod. Die maan nie. En het weet u nie, volk in die asroep het opstaan, toe sy wereldelijk begin uitbod. Toe begin sy daar aan die altaar en gebouw. Hoe meer voorspoedig sy was, des te meer altaar het sy gebouw. Die Elohim sê, dit, nie kan jy. Maar met die altaar is, my altaar. En hoor wat sê, hoe beter dit met sy land gesteld was, des te beter het sy die klipspilare gemaakt. Die mannen nie, die mannen al een paar gebouw en opgerik aan al maas en hoor en mooi het, nee. En hulle matte, 10 poel diep. En so sê mama Letta, van mama Lori, kom kyk die nadel sopper wenst uit op ons koonskerk, en as die bekend toe in ons het vir julle kom herse wat julle kan kom maak.
voetstuk. Die lacht maar. Dat is hoe diep die een tak bloesing reeds gevonden. Die zijn woensje. Wat zijn die tweede vragen? Mag dan niet gaan, hoor Marcel. Vals is aan de hand. Vals is aan de hand. Maar hoor jullie muziek? Oh, hoor jullie muziek? Hoor lekker zijn. Hij zei, nul zal wel een daarvoor dood. Hoor dat? Maar valsheid is aan de hand. Valsheid is een tegelijkertijd loosheid. Oké? Amen. Dat is een boek daarvoor. Hij laat altaren van zijn stukken breken in de klippilaren verwoest. En dan anders is die blonde meisjes hier. Tadaa! Zie niet wat die meiden proberen? Zie niet meer? Die enkele keer zit daar op een bouw en die maakt. Kom maar. Dus ik zal wel een clubje naar de reis. En dat is een liefde mijn hart. Maar hoe komt? Daar gaan we weer een volksaltaar gebouwd worden. Waar ons die napraten is van die vorige van die eeuwen. Gerestaureerd tot eeuwig en verjaardag van zijn kostbare naam en volgens zijn bedoeling aan weer zijn majesteit serie. Vanuit jullie woord. Amen.